Een groep parknokkers uit het Matawai-gebied heeft vandaag een petitie aangeboden aan vicepresident Ronnie Brunswijk. De mensen zijn getogen naar het regeringsgebouw om hun misnoegen te uiten ten aanzien van het hardhandig optreden van het Openbaar Ministerie. De procureur-generaal zou eerder opdracht hebben gegeven aan de politie om enkele goudzoekers nabij het concessiegebied van Roosevelt Gold Mines gebied te ontruimen. Hier heb ik de petitie. Middels dit schrijven vragen de gemeenschap van Matawai uw aandacht met de situatie dat zich heeft plaatsgevonden. Namelijk het onmenselijk optreden van de politie tegen de bevolking. Het is niet op goede aarde gevallen. En Ayengold woont al jaren of werkt al jaren daar, maar tot nu toe, Roosevelt Gold Mines, maar tot nu toe kunnen we niet profiteren. De parknokkers hebben aangegeven dat zij niet in conflict willen komen met de autoriteiten, maar in staat gesteld willen worden om hun dagelijks brood te verdienen. Brunswijk vertelde de gouddelvers ook niet blij te zijn met de wijze waarop de politie de mensen uit het gebied heeft ontruimd. De illegale goudzoekers, Brunswijk zegt ervoor te zullen pleiten dat er niet meer zo wordt omgegaan met mensen in het achterland. Multinationals en de overheid moeten rekening houden dat er in het gebied van de mensen die zijn aangepakt wordt gewerkt.